En ik ben hem kwijt. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hey lieve taties, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. Jesse Silver is lekker aan het batteren met koffie. Op het Schevenings dakterras. Zo dan. Mijn oma Erik. Mijn broertje. Ja, we zijn inderdaad te midden van Scheveningen. Waar zijn de jetstreams? Je hebt geen. Heb jij bubbles? Afstandsbediening. Ah, daar is dit ding. Nee, waar weet ik niet. Kan hem ook nog warmer zetten, schat? Oh, windje. Jij gaat even de Mavic 2. Zoom. Ja. Is dat die je zo in de lucht kunt gooien, dat die gelijk... Ik kan alles in de lucht gooien. maar ook echt alles. Of het goed is een ander verhaal. En ik ben hem kwijt. Ik kan niet in de zon kijken. Oh. Ja. Niet lekker. Lekker hoor, baby. Ja. Ik weet bij god niet waar ik ben nou. En hoe vlieg je nou terug dan? Wacht even, ik moet wel mijn vingers. Nou kijk, wacht even. Hij zit heel dichtbij. Goed, hè? 100 meter. 80. 34 meter hoog, dat is best hoog. Hoe zit die rijk in de buurt? Ja. Waarom? Voor bespioneerd, schat. Dus ik ga dit keer met mijn telefoon proberen. Hopelijk werkt dat ook een beetje. Want ik ga vandaag met mijn beste vriendin en mijn moeders beste vriendin, die dus moeder en dochter zijn, naar het Geertje. En dat is een geitenboerderij en dat schijnt heel leuk te zijn. Niet dat Jesse Silver er nou heel erg veel aan heeft op dit moment, maar voor Kenzie is het wel heel erg leuk al. En ik vind het stiekem ook heel erg leuk. Dus daar gaan we naartoe. En Jesse Silver die kan tegenwoordig wel heel leuk lachen.
En die van mij zijn leeg, hoor. Die van mij zijn leeg. Nee, ik kom te maken. En hier pas ook een apparaat in. Echt, hè? Schattig, hè, man? Hartstikke schattig. En daar hele kleintjes, hè? Ik zou bijna zeggen honger gegeten, maar ja. Dat is letterlijk zo. Wat heeft u te vertellen? Ja, oké. Okay. Hè? Wat heeft u te vertellen? Gelukkig hebben we een douche. Hè? Gelukkig hebben we een douche. Lekker onderweg naar huis. Kapot. Meneer, die kwam ook rond 5 uur vannacht. Ja, en we gingen ook nog. En toen kwam er weer rond 9. En ja, ik kon ook niet echt verder slapen, want we hadden afgesproken om lekker naar de kinderboerderij te gaan. Wat onwijs leuk was. Het is echt een aanrader om eens even heen te gaan met je kindjes. Of gewoon voor jezelf, want ik vond het echt giga leuk gewoon. Het is nou niet echt dat Jesse Silver er wat aan heeft. Dus ook voor jezelf is het heel leuk. Maar ik plof dadelijk op de bank en lekker relaxen. Weer mooie rustiekers gescoord, schat. Er was een brand geweest. Toch een brandje, hè? Het waait wel verschrikkelijk. Er was een brand geweest. Maar die is nu wel. Ja, het is gelijk voor de bakkie. Nou, laat ik nog maar eventjes opnemen voor het geval dat de wind hard was. Het was dus, het was dus een brandje. Ja. En nou, volgens mij viel het gelukkig wel mee qua schade in het huis, want ik zag geen uitslaande, zag je dat zwarte roet tegen de muren en zo. En helaas wel wat huilende kinderen en verdrietige gezichten, dus dat is altijd is gewoon zwaar kut natuurlijk. Die zal het maar meemaken, zeg. Nou, hopelijk, ik zie geen ambulance, dus volgens mij geen gewonden, dus dat is positief. Toch? Ja. Ja, positief. En wat ook positief is, is dat ik weer heel veel rode stickers heb gescoord bij de Hoogvliet. Ik hou van rode stickers. Rode stickers wil zeggen korting op producten omdat ze bijna niet meer goed zijn. En heel veel mensen die gooien dingen weg die bijna niet meer goed zijn of op de dag zelf. En daar ben ik niet van. Want ik heb zelf hele goede reuk en smaak om te bepalen of dat iets weg kan of niet. Even kijken, is er iets in hij is... Leeg, denk ik. Hij is leeg. Reggie, ga uit het wipstoeltje van Jesse Silver. Eruit. Ga eruit.
Ja, jullie willen ook een wipstoeltje, hè? Schattie? Schattie? Ja? Ik kreeg net een belletje. Ja? Van de HEMA. Ja? Of je misschien wat terug wilde brengen. De winkel is leeg. De winkel is leeg. Ja. Even wachten hoor. Show me the goods. Oh, dit is leuk. Heb je dat net gekocht? Nee. Die had ik al. Kiri. Maar hij past hem nu. Kiri. Ah, hij kijkt af en toe. Ja. Zo. Gezondheid. Kijk. Grapje. Kijk. Kijk eens. Kijk eens. Oh. Ik weet niet wat er gebeurde, maar dat is wel eng. Nee. Ja, sorry. Ja, ze papje je dit te pesten? Nee, helemaal niet. Ik was helemaal niks aan het pesten. Kom maar hoor. Kom maar. Nou, laat eens zien wat je allemaal gekocht hebt, schat. Ik ben nou heel erg benieuwd. Ja, maar dan moet ik hem eigenlijk even neerzetten. Ja. Maar nou, hij vindt niet leuk om neergelegd te worden. Nee, hij vindt niet zo leuk om neergelegd te worden. Oh, wat een poepie is het, hè? Ja, en hij tilt gewoon al zijn nek op tot aan de uiltjes. En je denkt van, doe eens even normaal, je bent pas 9 weken. Maar hij kopt ze er gewoon uit, hoor. We moeten misschien wat vaker op zijn rug leggen dat hij daar ook wat behendiger in wordt. Want op zijn buik gaat hij gewoon bijna kruipen. Doe even een leuk muziekje op de achtergrond. Ja. Mooi klassiek stuk. Ik wil heel even zien naar de water. Oh, nee! Gas erop. Dat hebben ze nou weer uitgehaald. En dat is wie is dat? Zeker zijn ex. Zijn moeder. Ah. Oké, hoe lang moet deze erin? Nee, niet lang. Dus ik denk dat je eerst de kleertjes moet doen. Eerst de kleertjes doen. Ik had een cadeaukaart gekregen van Linda en Ambroos. Voor 25 euro. Dus daar begon ik heel netjes mee. Ja, ja. En toen liep ik verder. En toen zag ik iets liggen wat de mate groot is. Maar ik dacht, dat vind ik leuk. Dus toen ging ik kijken van, waar ligt dat? Want dat wil ik. Nou ja, en zo kwam ik steeds verder. En ja. Ja, ik hoor het al. 100 euro verder. Dat wist je nog niet, kan hem niet draaien. 100 euro. 100 euro verder. In Hema, nou dan heb je echt je best gedaan. 100 euro verder met al de cadeaukaarten af. Ik hoor het al, ik had er gewoon bij moeten zijn. Nee, maar jij vindt het ook leuk. Rode stickers en zo. Oké. Ja, maar ik vind het wel leuk om erbij te zijn als je je geld uitgeeft. Komt ie. Nou. Die is leuk, hè? Ja, ja, ja. Ik dacht gewoon zo'n strak broekie. Oh ja, deze had ik ook gekocht. Ik denk dat is wel handig voor ons. Aangezien ja. Wij de hele tijd zitten van wat moeten we ook weer doen en ja. Dus dat. Oké. Okay. Dit was een 2-package deal. Ik dacht dat vindt ze vooral leuk. Zat er een rode sticker op? Ja. Kijk. En omdat hij. Omdat ik hem zo leuk vond, dacht ik. Want ik moest er 2 van kopen, maar ik kon ook een andere kleur. Maar ik vond deze zo leuk dat ik dacht, dan koop ik hem ook alvast een maatje groter. Snap je? Hij loopt efficiëntie. Tot z'n 4 loopt hij er zelfs bij. Oké. Okay. Ja. Aangezien zomer eraan komt. Een hotpants. Je wilt echt een meisje, hè? Het is geen hotpants, het is gewoon een leuke korte broek. Ja. En die erboven. Ja, helemaal leuk. Gaat weg. Nou. Toen zag ik een variant van deze ergens liggen en toen dacht ik, ja, die moet ik hebben gewoon. Een variant? Zo. Ah, een tuinbroekje. Kikken, hè?
Ja, omdat ze hadden hem ook in het blauw met olifantjes. En die zag ik als eerst. En die wilde ik, als ik hem had gezien, had ik die ook nog. Maar hadden ze niet meer in zijn maat. En dan wil ik het wel, denk ik wel, ja, ik wil wel zijn maat van nu. Ja. Want dadelijk zijn er misschien weer hele andere dingen die ik wil. Oké. Toen zag ik deze, romper. Daar kan hij lang mee doen, want daar staat van 2 tot 6 maanden. Oké. Ik viel me sowieso op dat die grote dingen al wel aankomen. Ja, hij zit nu al op maatje 62. Een van de pasta. Ja. Cool. Die vond ik ook heel leuk. Bijna klaar, schat. Ja, zo. Toen dacht ik een vestje. Hij helpt nou gewoon omdat hij al die leuke kleding ziet en dan kan ze er niet aan. Daarom helpt. En nog een vestje. Ja, tof kutje. Ja toch? Ja. En als laatste nog 2 korte broekjes. Wat een. Goed geslaagd. Ja, super leuk. Ja, dat was leuk. Zelf doe af en toe best vaak eigenlijk zie ik even zo. Heel vaak zie ik van die dingen en denk ik, nou, ik stel nou eens even en ik praten. Hij neemt rot op met je kusjes. Af en toe dan zie ik dingen en dan denk ik, dat wil ik ook. Ja, precies. Ja. Echt leuk. Net als dat tuinpakje, hè? Ja, dat tuinpakje. Nou, zoiets simpels als een bananenbroekje, dat vind ik best grappig eigenlijk. Nou ja, vond je deze Hema shopvlog ook zo leuk? Duimpje omhoog. Even abonneren. En belletje aanzetten. Hey, dit is net Pictionary. Hits. 2 lettergrepen. Belletje. Belletje. 3 lettergrepen. Ja. Klinkt als lelletje. Delletje. Oké, klaar. Vond je de kleding ook leuk? Ja, ga dan zelf naar de Hema. En tot de volgende keer. En nogmaals een duimpie. Duimpie. Lolbroek aan. Duimpie. Ciao, 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 ciao.